Ja, ze verzinnen wat, hè? Altijd maar handel, weet je, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk handel. Altijd maar centjes op een of andere manier snel verdienen. Ik ben er een beetje triest van. Nou, daar gaat hij dan, hè? Het positieve. Dit is het positieve, dat ik er een spierarm van overhoud. Dat is een duur spierarmpje. Ja, heel mooi spierarmpje. Kijk eens. Hartstikke nieuw. En heel... Nou, voilà. Hier. Hier. We zullen... Je kunt zien dat het echt vernietigd is. Kijk, ik kan mijn handen erdoor heen halen. Zo. Ja. Voilà. Is dat niet mooi? Een faux conneil. Avec een vrai conneil. Het was hoorbaar. Het was een hoorbare zucht. Mag ook. Vooral die handtekening, dat is zo'n lullige handtekening. Sorry dat ik dat woord zeg, maar het is echt een lullige handtekening. Dat lijkt nergens op. Het betekent boel, een heleboel poen. Wat nou, heb ik in de fik gestoken. Deze twee is hetzelfde, ongeveer hetzelfde, dezelfde hand, als het ware. Hè? Als je dit goed ziet. Ik ben natuurlijk heel nauwkeurig gaan kijken hoe die man dat heeft uitgevoerd. Volgens mij is dit... dat de vervalser komt uit Scandinavië. Ik weet niet waarom. Omdat bijvoorbeeld deze kleur, dit Pruisisch blauw... dat is nergens hier aanwezig. Ik gebruik geen Pruisisch blauw. Nog een klaar even. Bijna alle advocaten die ik in Nederland ooit iets mee te maken heb gehad, die willen nou wel een Picasso schilderij voor me hebben. De directeur van de gevangenis wil ook een Picasso hebben. Ik heb dat... In het begin was ik daar nogal, maakte ik me daar nogal zorgen over, daar had ik niet zo'n zin. Plus dat ik toen nog niet, dat ik toen niet bekend had, dus ik dacht, dat is een valkuil, een valstrik waar ik niet in moet trappen. Dat zou natuurlijk een handige truc kunnen zijn. Zo'n Picasso, daar ben ik er wel eventjes naar mee bezig om daarop te oefenen. En dan moet ik het er wel een paar maken voordat ik dat heb als deze nou is geworden. Dus dat wil ik toch wel. Maar ja, het zijn vrienden van me, dus het is altijd een probleem. Als je niet. Grappig ding, dit. Interessant. Dat doet nooit helemaal op het uiteinde. Je kunt het dus zo dat hij nu door me draait. Ernst Leiden, dat is heel interessant. Daar ben ik wel in geïnteresseerd. De tijd van Leo Gestel. Zelfde tijd. Ja, 30 jaar. Dat is heel interessant. Dat is een
Een tekening, hè? Kijk, dit is toch duidelijk een raster van opzet. Het kan geen Lito zijn, volgens mij. Het is een Isaac Israëls, maar dat is... Ja. Is dat, wat is uw oordeel daarover? Wij hebben daar ook een vraagteken bij gezet. Hm? We hebben dat nog wel gewoon met technische middelen nog even nagekeken. Ja? Maar durven daar toch niet voor de volle 100% in te staan. Nee. En dan houden we het liever helemaal open dan dat we dat toch gaan suggereren dat het wel blijkt te zijn. Maar heeft het laten onderzoeken? We hebben het laten onderzoeken, ja. En, ja. Je durft er geen echtheid van te zeggen. Nee. En dan moet je er echt mee bijvoorbeeld naar Den Haag, naar het Kunsthistorisch Instituut. Ja. En dan, maar dat nam weer zoveel tijd in beslag dat we hebben gezegd van nou, we gaan het gewoon op deze manier proberen. Ja. En hoeveel heeft u dat? Er zit een richtprijs van ongeveer 1000 tot 3000 gulden. Ja. Dus het kan een verrassing worden. Ja, precies. Deze arbeiten zijn italienische Pferde. Die haben wir beschlagnahmt, weil anhand des Wasserzeichens wir beweisen können, dass dieses Papier erst nach 1980 hergestellt wurde. Also ich habe jetzt im Moment 5 internationale große Fälle laufen, in denen wir aktuell ermitteln. Eines geht nach Belgien, eines geht nach Italien. Gehen nach Frankrijk. Ja. 82. Een Cubaanse studies. Leuk, is niet gesigneerd gebouwd. Een mooie nazomertag liep ik door die straat. Liep ik zo die veiling binnen. En toen ontdekte ik dus die konijnen. Even kijken, hier. En toen vroeg ik wanneer die gedateerd was. Toen zei hij, nou, dat staat er toch in, hè? Dat ziet hij toch zelf wel. Toen zei ik, nou, dan moet hij het gemaakt hebben, terwijl hij nog ongeveer in de luier was. Want ik bedoel, 1919. Maar in ieder geval, heb ik erop geboden, heb ik hem gekocht. En toen ik hem opendeed, toen zat daarin een ovaal portret, waarvan ik dus het vermoeden heb dat het zijn vader zou zijn geweest op jongere leeftijd. Hier, deze. Nou, ik vond het spannende. Dit is dus een gescalpeerde foto. Het is een ovaal geweest. Ja, en Corneille die had een ongelofelijke haat aan zijn vader, dus wat dat betreft, dat scalperen zou ook een... En jij denkt dat dit zijn vader is? Ja, ik denk het wel, ja. En dan krijgen we hier het zelfportretje. Ja, dit is wel dus... Ja, maar dit staat achter op die tulpen. Ja, dit is dus... Ja. Oh, dit zit achterop. Ja, dat staat er allemaal in. Ik vind het wel wonderlijk, dus die drie dingen bij elkaar. En ik bedoel, als je een konijn zou vervalsen, dan ga je toch niet zoiets maken vanuit uit een kinderperiode. Ja, Appel zei dat hij dacht dat er een schabloon gebruikt was waarmee die handtekening erop gezet was. En hier heb ik de kopie bijgezet. Zo. Ja. Maar Appel, twee keer zelfs, dan moet je er wel een domkop zijn als je niet snapt. 13 van de 100. Allemaal 13 van de 100. Zie je? Ja.
Nog een keer. Nee, dat is... Ik mag je veronderstellen dat dat niet gaat gebeuren. En dit zijn die appels die ook al heel bekend waren, hè? Ja. Ja, hier zijn we wel een heleboel van verkocht. Nee, op zich is dat niet verboden om een kopie te maken. Maar de kans op opnemen heb je als het ding gaat verkopen, ja. Dat mag niet. Diese Bücher sind also echt. Hier haben wir Fälschungen. Hier haben wir zum Beispiel einen wunderschönen Van Gogh. Sieht echt aus. Hier sehen Sie einen Apfel von Herrn Janssen, den wir so wie er hier ist, mit Rahmen sichergestellt haben. Wir haben hier nur 35 Bilder, die wir in Deutschland zuerst sichergestellt haben. Und wenn ich jetzt das abhänge, haben wir jetzt hier unsere Janssen-Sammlung, Asger Jorn. Sie sind ja ein Karl Appel, signiert, datiert. Hier ein René Magritte, Tuschearbeit mit ausgebleichter Tusche, mit Wasserschäden, also eine altersentsprechende Arbeit. Und wenn Sie doch Zweifel gehabt hätten, hätten Sie diese Arbeit umdrehen können und hier dann gelesen von der Witwe Margret, dass sie bestätigt, dass es sich um eine Originalarbeit ihres Mannes René Magritte handelt. Diese Bestätigung ist genauso falsch wie das Bild. Die Preise haben sehr stark variiert. Also wir haben in etwa diesen Betrag nur für diese 6 Auktionen an diesem einen Wochenende auf etwa 300.000, 350.000 D-Mark geschätzt. Ja, der Künstler wird natürlich nu tegenwoordig gebruikt als het ware. Wat vroeger niet het geval was, zeg maar 50 jaar geleden of zo, bestond dat niet. En het gaat in een versneld proces ook. Hè? De handel is ook, de handel is namelijk veel linker geworden, heb ik het gevoel. Slimmer en dus de faam, de bekendheid van een kunstenaar wordt gebruikt gewoon. En ik vrees dat daar ook weer een versnellingproces aanwezig is. Dat er dus steeds meer vervalsers op zullen komen. Geen idee wat dat, of het echt is. Oh, die ga ik even opzoeken. Ja? Ja. Twee antieke tegeltabloos. Hebben we allemaal met kijken goed kunnen bezichtigen. Een hoop discussie over geweest door de echtheid ja of nee. We laten gewoon in het midden. Nummer 310. Mag je op tafel toch met 400.000 gulden in? 1.000 gulden. Niemand beter dan 1.000 gulden. 1.050. 1.100. 1.150. Lot 221. De Rokin. By Keuten. And we have... 13.000 guilders here already at 13.000, 14.000, 15.000. 533, onduidelijk gesigneerd, wel gedateerd uit 863. Dit is poserende hondje, op drie plex kan een boord zijn. 500 gulden voor dit hondje. 500 gulden. Dit is een stukje karton, dat komt uit Houderwater.
Nou, zou ik, het zou hem kunnen zijn, ja. Maar dan heel erg jong. Ja, 15. Dat is een paar jaar later. Maar dit, ja, nee. Dit is 46. Ja, maar goed, dit kan natuurlijk ook al vijf jaar oud zijn natuurlijk. Ja. Vijf jaar eerder gemaakt zijn. Dit is niet gezien, er staat ook geen datum. Nee. Dit is inderdaad jonger, een stuk jonger. Veel jonger, ja, ja. Nou, dan kan hij inderdaad die tulpen wel gemaakt hebben. Ja. Al is het niet van hem, kan het nog wel mooi zijn natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. En had ik ook nog, er staat een, in die lijst. Kijk, het is zelfs een haarimplant. Ja, zie je. Ja, want ik heb ook nog, een paar kleine familiekiekjes ook in dat boek. En nou, dat moet zijn vader zijn. Ja, absoluut. Kijk, dit, zo was het. Ja. Kijk, het is gewoon opvullen. Wie gaat er nou het portret van zijn vader af en tekenen? Maar ja, hij had zijn vader niet zo hoog. Hè? Merkwaardig, hè? Ja. En dit is uit 48. Ja, het is wel met een expositie. Ja, de Karel. Hier dat. Ja. Het portret lijkt er toch veel op. Ja, vind ik ook op dit jongetje. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, en de handtekening lijkt ook wel... Ja. Redelijk op, ja. Ja. Streepjes zitten er altijd onder, hè? Vaak vergeten vervalsen ze dat. Ja, ja, precies. Als er geen streepje onder zit, dan moet je er gaan oppassen. Ja, ja, hier zie je hem goed, zeg. Ja. Nou, ik sluit het absoluut niet uit. Hier, dit zit er ook allemaal. Dat speelse zie je, dat zit hier ook in. Ja. Kijk, hier. Ja. Exact hetzelfde. Ja. Bijna. Ja, hier zit het ook. Ja, dat is een jaar. Maar we moeten het met Corneille laten zien, dat lijkt me heel belangrijk. Ik heb die konijnen meegenomen. Daar wou ik eens even jouw deskundig oordeel over. Wat is er? Als je dit ziet, ik zou ook meteen nee zeggen. Dat, en dit ook. Het is van een klunzigheid. Ja, dat is iets wat ik dus heel slecht vind. Hier is het papier blank gebleven, maar vuil gemaakt. Dat is dus de slechte vervalser. Dit ook. Dat wit, de manier waarop dat versleten is gemaakt. Zo deed ik dat ook in mijn beginperiode. Het is van een klunzigheid. Dit is expres. Dit herken ik als expres. En dat kan je bereiken door zo te doen. Of door zo te doen. En als dat nog niet helpt, dan kan je zo doen. Of zo. Ik heb ook wel eens dingen onder de deurmat gelegd. Dan krijg je zulke soort dingen. De signatuur daarentegen is weer, die is zo briljant. Als je dat vergelijkt met iemand die zo zijn naam kan schrijven. Maar dan zo ze hier zit met die tulpen zin. Nee, ja, nee. Dit is ook al in strijd met elkaar eigenlijk. Ik denk dus dat, dat dit iets is waar iemand konijn op heeft gezet, ja. Ça ce sont des choses vraies, meilleures choses. Ça c'est toujours l'heure du déjeuner, c'est le meilleur moment du jour en France, je pense. En France. Hier haben Sie jetzt Gutachten, die er gemacht hat. Dieses Bild war der Auslöser des Ganzen, ein wunderschönes Blatt von Marc Chagall im Original von Herrn Jansen. Und auf der Rückseite dieses Foto dann, dieses Gutachten hat diese Arbeit begleitet. So hat er Gutachten für die ganzen Künstler gemacht, hier zum Beispiel Asger Jörn mit dem entsprechenden Gutachter. Sie haben hier ein Gutachten dann mit einer Unterschrift von Appel selber. Appel selber oder Jansen? Jansen natürlich. Ja, nee, mensen kopen schilderij omdat er een belangrijke naam, een belangrijke handtekening onder staat. En niet omdat ze iets mooi vinden. Een schilderij moet ergens vandaan komen. Ja. Dat wordt steeds belangrijker. Het certificaat of de voorgeschiedenis, de pedigree van een schilderij is steeds belangrijker aan het worden.
is vaak nog meer waard geworden in geld dan het schilderij zelf. Dat is het idiote. En dat kan je dus eigenlijk ook vergelijken, vind ik, met de aflatenhandel in de middeleeuwen. Je kon een briefje krijgen dat als je zoveel geld gestort had aan de pauze van de bisschop, dat je dan je zonden afgekocht had en in de hemel kon komen. J'ai un chèque. Il faut toujours aller après le déjeuner. C'est mieux. Le matin, ça marche pas. On ne vend pas d'argent à toi. Oui, ça c'est suivi. Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Vous êtes suivi par la presse? Oui. Je suis un homme connu. Non, il n'est pas encore arrivé. Alors... Oui, c'est vrai. Laurie, tout à l'heure. Oui, non, mais je vais prendre ça. Ok? Oui. Et pourquoi vous vous cachez? J'aimerais savoir. Je sais pourquoi, parce que je ne sais pas qui prend les images pour quoi faire. Wat ik zo leuk vond om hier vaak te eten, dat je bent in Parijs, maar ook weer niet. Je bent ook alweer bijna vertrokken. En zeker als je gezocht wordt, je bent er niet, maar je bent er wel. En je zit niet op de grond, niet op de beletage. En je zit ook nog in een andere eeuw. Helemaal. Ja, met al die plafondschilderingen van de steden waar je hier vandaan naartoe kan reizen. Es hat auch noch Personen im Umfeld gegeben, die seine Fälschungen verkauft haben. Es gab Leute, die in Spanien eine Yacht angemietet hatten mit Telefon- und Faxanschluss und von dort aus, von dieser Yacht aus, während des Sommers diese Bilder international angeboten haben. Und als es dann auch mal von Matisse ist, dann ist es auch wieder ineens gigantisch hohe Betragen wert, terwijl ein Tijdgenoot soms iets heeft gemaakt wat veel mooier is dan een prul van een groot talent. Nee, wat dat betreft is er geen eerlijkheid in de kunsthandel. Helemaal niet, totaal niet. Eerder het tegenovergestelde zou je denken. En die Fernand Le Gros, wat was dat precies voor iemand? Die man, ik denk dat hij multimiljardair is geworden. Miljarden heeft hij verdiend aan deze valse kunst. De allergrootste die misschien ooit geleefd heeft. Die heeft heel Amerika, als het ware, van schilderijen voorzien. Allemaal vals. En dan hele grote collectioneurs en musea hebben werk. Vandaar dat hij steenrijk is geworden. Bezat kastelen, villa's, auto's. Leefde in de allerduurste hotels in de wereld en restaurants. Maar het was een man met een spreken, zeg maar een talent, overtuigingstalent. Dus hij wist die mensen in te paaien, heet dat zo? In te pakken, ja. Pakken. Ja. Hij pakte ze, echt. Ja. Hij was de maker er niet van. Hij had een ploegje mensen die aan het werk was voor hem. Paleis van Justitie, daar we met alle al zijn dossiers onder zijn arm. Hij is misschien wel 10 keer veroordeeld, maar hij was zo machtig rijk. Hij kon de duurste advocaten betalen. Advocaten, hè? Advocaten? Advocaten, met een D ertussen. Ja. Oh, ja.
Dus hij werd gauw vrijgelaten weer. Steeds weer opnieuw. Maar hij is wel de geschiedenis ingegaan. Zoals meneer Van Meegeren, die ook de geschiedenis toch ingegaan is. Hè? Waar of niet? Ja, absoluut. Dus... Maar ja, de kunstwereld is heel internationaal. Want ze rijden zo makkelijk de grens over met een pak van die litho's of van die zeefdrukken. Dat eventjes naar Frankrijk, even naar Parijs, even daar naartoe. Terwijl hè, als je bij de politie in Amsterdam zit, je gaat niet zo snel even naar het buitenland toe. Nee, de prioriteit ligt daar niet. Ook als politie speel je dan een soort spel, hè, kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. En hij speelt een soort spel door te zeggen van nou kijk of ik uit handen van de politie kan blijven. Iedereen vroeg altijd toen Geert-Jan Jansen gepakt werd in Frankrijk en het was voor ons was het te laat. Werd er wat, en dat had hij zelf in het begin ook wel een beetje van het idee van nou ik ben toch mooi uit jullie handen gebleven. Hè? Het is me mooi gelukt om weg te blijven en niet gepakt te worden. En dan haal ik mijn schouders op en zei nou ja, we hebben helemaal geen jacht op jou gemaakt. We hadden zoiets van nou, we zetten hem op de telex en we zien het wel. En als hij niet komt, nou ja, dan zijn er niet echt veel. Hè? En het was precies een maand nadat het verjaard was dat hij in Frankrijk gepakt werd en dat ze in Frankrijk in de boeken kijken en zeiden van hij wordt nog gezocht in Nederland. Dus toen gingen we even kijken, even rekenen en zeggen van nou nee, we hoeven nu met hebben, want het kan niet meer. Ja, de tijd was in zijn voordeel. Nou ja, oké, dat zijn zo. Ik ligt er niet echt wakker van. Is on my right, 20.000 against you, my left, 20.000. Last chance, 20.000 for the lady, 22.000. 22 is here on my left, 25.000. At 25.000 guilders for the lady. 28.000 on the telephone. Cornelia, kamer 5005. Mag ik hier ook met 500 gulden is daar gekomen, niemand hoger dan 500 gulden. En dan, ja, nou, je zou kunnen zeggen, een goede vervalser weet precies wat de mensen willen zien. En als ik dan, wat mij gebeurde, dus zo, hè, zo'n vervalsing tegenkom, dingen uit de jaren 60, dan voel ik dat toch als, niet alleen dat ze mijn naam hebben gepikt en dat ze een gemeene trucje uithalen, maar dat er iets met mij werkt. Het wordt een andere richting, door anderen een andere richting opgebouwd. En het is niet alleen kijken op de veiling wat er dan gaat, maar ze weten, er is een, juist iets aanvullen wat nog niet op de veiling is. En dat er dan brengen, dat is het precies, dat moordische gevoel. Dat, ja. De trendachtig zijn handige mensen. De vooral als cobra-man, dat cobra-werk is vooral gepubliceerd. Ja. Kijk, dit zijn van die vroege tekeningen, bijna een beetje Gestel. Hè, ja, Leo Gestel. Dit is 45. Ja. Dit is ook een beetje Ernst Leiden, ja. Hier ook dat. Ja, dat is wel een beetje. Ja. Ook. Dat is vulling. Vind ik trouwens wel leuk, ja, hoor. Ja, dat is wel leuk, ja. Hier herken je hem al heel sterk in, hè? Ja. Vooral ook wat die achtergrond betreft. Ja, dat ziet er toch iets. Doet me denken aan die meteen na de oorlog, dat hij zo beïnvloed is. Het was een andere, dan nog niet echt cobra leven, maar de Appel en andere brands die dan zo beïnvloed worden door een beetje die moderne École de Paris schilders. École de Paris, Bazin, Loriot en Pignon. Ja. En dat, een beetje dat,
dat Parijse decoratieve abstraheren, waar ze zich eigenlijk water tegen zijn. Precies, ja. Die hoofdconservator van het Instituut voor Kunsthistorische Documentatie. Ja, die situeert het in 1947. Ja, dan kun je met pigmenten weinig meer doen. Nee. Ik had het idee 1937, omdat het nog echt een beetje dilettantisch was. Dan zou je papieranalyse kunnen loslaten. Ja. Kijken welke bindmiddel er in het papier zit. En dan zou je dan kunnen vergelijken met echt werk van hem, met die tijd ook. Ja. Ja, nou, en hier zat volgens u ook... Parijs is natuurlijk de stad waar ik altijd wel eens een keer graag had willen wonen. Dat heb ik dan op een gegeven moment ook gedaan, op Saint-Germain. Hier kan je dus ook, is het me dus ook gelukt om, terwijl ik vanwege Nederland op de opsporing stond, om hier onzichtbaar te blijven en daarbij ook nog... de kosten verdienen via de veilingen, 5 jaar lang. Hier sehen Sie einen Appel von Herrn Janssen, den wir so, wie er hier ist, sichergestellt haben. Wir haben also alle Arbeiten aus diesen 6 Häusern erhalten, konnten diese überprüfen und eben vorher feststellen, dass es sich um Fälschungen handelt. Und erst mit diesem Sachverhalt, mit diesem Ermittlungsergebnis, konnten wir dann nach Frankreich gehen, um seinen Spuren zu folgen. Parijs vertrokken en dat je zomaar en hier ook, je kan hier een château huren voor dezelfde prijs, huurprijs van een appartement op Saint-Germain, hier betaalt precies hetzelfde. Dan had je een kasteel met 13 salons en een landgoed van 200 hectare eromheen, een opperijlaan, echt prachtig. We hebben dan overlegd, wie kommt man an den Einlieferer heran? Wir hatten nur den Namen, eine Telefonnummer in Paris und eine Adresse und eine Telefonnummer in Orléans. Es hat sich dann leider herausgestellt, dass die Adresse in Paris war eine Flaschnerei, ein Sanitärgeschäft, wo die Sekretärin im Büro ab und zu vom Herrn Janssen 100 Francs bekommen hat, damit sie die eingehende Post bei dieser Firma, die an ihn adressiert war, in ein Kuvert gesteckt hat und dann nach Orléans weitergeschickt hat. Maar ik dacht, ik zal eerst nog even zoveel mogelijk spullen opruimen, dat er zo min mogelijk bewijs tegen me gevonden kan worden. En dat duurde nogal even, dat opruimen, want het was ook heel wat. En naarmate de week verstreek, had ik natuurlijk steeds minder zin om me te gaan melden.
En vond ik het zo fijn op die plek waar ik toen in Frankrijk zat. Dat had ik helemaal geen zin meer. En dat was gewoon een enorme feestelijke periode van een soort vakantiegevoel. Die doorzoeking in Orléans was een leerstaande woning in het stadcentrum. Nur campingmäßig eingerichtet, also mit dem Notdürftigsten, nicht bewohnt und nur im Prinzip, wir sagen dazu, eine Briefkastenadresse. Als je Jansen heet, hè, in Nederland, Jansen heet, maar als je dan onder een andere naam, Van Tongeren heet ik dan, op een château in Frankrijk woont, dan denken ze dat je ook een beetje van adel bent door dat van al. Wir sind dann während der Nacht etwa 400 Kilometer französische Landstraßen gefahren, haben morgens um 5 Uhr mit der Gendarmerie eine Besprechung gemacht und sind um 6 Uhr in das Anwesen von Herrn Jansen dann eingedrungen und mussten feststellen, dass das Gebäude unbewohnt war. Allerdings haben wir im Briefkasten einen 2 Tage alten Scheck eines deutschen Auktionshauses gefunden. Hier wird, ja, behalve dus dat we ook de allerarmste mensen daar hebben leren kennen, werden we ook uitgenodigd op chateaubewoners daar omheen, op de thee. En nee, ja, ik vind het allemaal prachtig. Ik vind het, We hebben dan, na rücksprache met de burgemeester, der zich herinnert had dat hier een kunstlerpärchen gewoond had, die aber weggezogen sind, haben wir dann durch eine Fülle von Telefonaten ausbekommen, dass dieses Künstlerpärchen etwa 40 Kilometer weiter ein ja, schlossartiges Anwesen, einen schönen Land, eine Art Bauernhof angemietet hat und dort wohnhaft ist. Daraufhin sind wir dann dorthin gefahren und beim Öffnen der Küchentür, als dann die Lebensgefährtin von Herrn Jansen mir persönlich die Tür öffnete, und ich in der Küche dann die Chagall und die andere Bilder hängen sah, wusste ich, dass wir richtig sind. Und in diesem Haus haben wir dann 1502 Oscar Jorn, Karl Appel, Magritte, Chagall, Picasso, die gesamte Bandbreite gefunden. Darüber hinaus 2 große Plastiktüten mit Stempeln vor, von nahezu allen Galerien und Experten in Europa, die er benutzt hat, um seine Gutachten zu stempeln und zu fälschen. 30 alte Schreibmaschinen, die er auf Flohmärkten zusammengekauft hat. Und beim Betreten des Hauses wusste man einfach, dass wir hier an der Quelle waren des Übels und dass wir in der Fälscherwerkstatt direkt waren. Toen dan justitie uiteindelijk eens een keer mijn huis kwam doorzoeken, waren ze dus ook stom verbaasd dat er zoveel verschillende kunstenaars aangetroffen werden. Dat hadden ze dus echt nog nooit meegemaakt. En in zoveel verschillende stijlen. Is hij al geweest? Nee. Ja, ik kan wel hoor. Dit zijn Jansen en Jansen. Kijk, kijk. Het zwarte schaap zelf. Ja, dat is wel zin in, hè? Ja? Ja. Als ik zo'n stelletje zie staan, dan wordt het leuk. Wat een leuk programma. Ja. En daar moet je er ook van maken. Ja, ja, ja. Blijf. Ja. Nou, sterk. Ja, ja, ja. Nee, ik zag hem al hangen. Tegen de stroom in. De kudde heeft hem uitgestoten. De kunstvervalser Geert-Jan Jansen. Steeds elke 3 maanden melden bij de politie van Orléans. En hij is hier, Geert-Jan Jansen. Het is schandelijk, maar het heeft ook wel iets moois. Nee, het mag niet. Dank u. Welkom, Jansen. Welkom. Over de toonbank gingen. Jansen behoort tot de topvervalsers binnen de kunstwereld. Justitie kreeg er lucht van en hij vluchtte naar Frankrijk. Vervalsen doet hij niet meer. De kunsthandel moet hem niet meer. En die kunsthandel is hier ook vanavond. Hartelijk welkom, meneer Jansen. Nou, dat kan moeilijk zijn. Ja, ik denk ook wel dat ik wel overdreven heb, ja.
En dat is, nou ja, ik zit, toen ik in de gevangenis zit, dus dan krijg ik allerlei voordelen. Hebben versie een, wie ik dat noem, een täterprofiel? Also es ist sicherlich eine Art Exhibitionismus der eigenen Person. Also alle Fälscher haben zwar selber gemalt, aber haben mit ihren eigenen Arbeiten eigentlich, sag ich mal, keinen Durchbruch auf dem Markt erzielt, weshalb sie dann eben, um an Geld zu kommen und eben auch vielleicht an Reputation, an Anerkennung zu kommen, dieses im Mittelpunkt stehen, eben diese Fälschungen hergestellt haben. Ik moet even een andere. Ja, ik snap het. Het probleem is dat het licht zo laat is. En het motief waren drie tulpen. Tulpen? Ja. Maar aan de achterkant, ik loop even op de verrassing. Ja. Eerlijk gezegd, ik kan me niet herinneren dat ik ooit tulpen heb geschilderd. Mm-hmm. Vreemd genoeg, want nee. Ik heb een waanzinnig goed geheugen. Ja. Maar, misschien voor moederdag of maar, zo. Ja, want er staat altijd in Amsterdam op de brug staat een heel oud mannetje. Nee? Daar op de, tegenover Maison Descartes. Op ah, ja, Vijzelgracht. Vijzelgracht, ja. Prinsengracht, Vijzelgracht. Ja. En die man die biedt altijd prachtige tulpen aan. Mm-hmm. En toen zei ik tegen hem, zei ik een keertje, toen zei ik, hoe komt dat nou? Want ik hou altijd kleine gesprekjes met die man. Hoe komt dat nou dat Van Gogh nog nooit tulp heeft geschilderd? Ja. Toen zegt hij, ach man, maar daar zit geen zon in die bloemen. Ja. Dat was het antwoord. Dat een fantastisch antwoord, ja. Daar zit geen zon in die bloemen. Ja, die doet Jan Kremert, maar ik bedoel... Want het is een waterbloem. Ja. Puur water. Water, hè? Exact. En inderdaad, het is niet bekend dat Van Gogh ooit als Nederlander had hij misschien tulpen kunnen vereeuwigen. Hè? Die waren werkelijk vereeuwigd. Kun je je voorstellen wat een publiciteit tulpenhandel daar... Tulpenhandel, die hadden allemaal reproducties gemaakt van duizenden reproducties van tulpen van Van Gogh. Maar die heeft hij niet geschilderd. Maar de handtekening is verrekt toch, als hij dan vervalst is, is ze verrekt toch goed vervalst. In ieder geval. Ja. Lafargue, de verkeerde van Gogh, van Otto Wacker en de zonnebloemen, die in 1988 het duurste schilderij van Van Gogh waren. Maar dat waarschijnlijk door Emil Schoeffenegger werd geschilderd. De experts van het Van Gogh Museum kunnen dit nooit meer toegeven. Want Yasuda, de Japanse koper van deze zonnebloemen, kreeg niet alleen een verklaring van echtheid van hun voor dit schilderij. In ruil daarvoor werd de nieuwe uitbouw van het Van Gogh Museum door deze Yasuda betaald. Diese Arbeit war der Erstabzug in der Fälschungswerkstatt, die noch zahlreiche Fehler beinhaltet. Dann wurde diese Arbeit korrigiert durch einen amerikanischen Professor aus einem New Yorker Museum. Und für diese Korrekturarbeiten hat er das Taschengeld von $100.000 erhalten. Das hört sich immens an,
Wenn Sie aber den Wert der Sicherstellung sehen von 1,8 Milliarden US-Dollar, sind natürlich diese 100.000 US-Dollar Taschengeld. De Franse taal zeer helder zijn met veel gebruikte verheugende mededeling. L'expert a authentifié le tableau. Letterlijk vertaald, de expert heeft het schilderij authentiek gemaakt en verklaard. Maar er is veel meer te lezen in dit boek. Toen ik een paar maanden geleden te horen kreeg dat kunstmafia de titel zou worden, schrok ik een beetje. Bij maffia denk ik aan mannen met een Italiaans accent en pistolen onder hun zwarte pakken. Wat moest ik daartussen? Gibt es in die Welt viele Kunstfälscher? Es gibt sicherlich sehr viele Kunstfälscher. Sie sehen hier eine Auflistung der Staatsanwaltschaft von New York, wonach 53.000 Dalis, 18.000 Miros, knapp 3.000 Chagalls und 2.300 Picassos am Tage der polizeilichen Durchsuchung beschlagnahmt wurden. Das heißt, dass die Experten auch korrumpiert sind. Können sein. Sie können ruhig sagen, sind, weil diese Fälschungen allein auf dem Markt häufig nicht platzierbar wären. Die ersten großen Händler wissen, was sie kaufen, und der Kunde bezahlt natürlich letztlich den Preis der echten Picasso-Radierung oder Lithografie oder Miroarbeit. De kunsthandel kan zelf een einde maken aan veel van de praktijken die in dit boek beschreven staan. Wanneer handelaren, experts en veilingen één lijn trekken, heeft bijvoorbeeld de vervalser morgen weinig kans meer. Dat is mijn stellige overtuiging, maar de kunsthandel wil niet. Ze heeft er te veel belang bij. De kunsthandel heeft handel nodig. Jeder sagt hinterher, er wollte es dem Kunstmarkt zeigen, die bösen Galeristen, die geschäftstüchtigen Auktionshäuser, die dummen Kunden oder Sammler, die sich betrügen lassen. Es gibt hier unterschiedliche Aussagen, aber immer erst hinterher, wenn er als Fälscher aufgetaucht, aufgefallen ist oder bei der Polizei war. Ziel, einheitliches Ziel dieser ganzen Person ist sicherlich, an viel Geld zu kommen, um sich einen gewissen Lebensstandard, Lebensstil leisten zu können. Wenn Sie zum Beispiel Janssen nehmen, er hat nahezu 10 Jahre unter falschem Namen in Frankreich gelebt, hat relativ luxuriös gelebt, haben Dinge gefunden von Spanien mit Motorjachten angemietet, er hatte Nummernkonten in Luxemburg. Ich meine, diese ganzen Dinge hätte er sich nicht ermöglichen können mit dem Verkauf seiner eigenen Bilder. Naja, das ist... Ik hoop dat je er niet veel voor betaald hebt, dat hoop ik dan maar. De twijfels blijven. De twijfels blijf ik. Nee, want als ik het herkend zou hebben, dan ontstaat er als het ware een roep, hè? Ja, een werk die je gemaakt hebt. Ja. Het is net als een kind die je ter wereld hebt gebracht. Ja, die zegt papa. Mm-hmm. En dan reageer je. Ja, maar ik herhijs dat ik heb zo'n goed geheugen aan tulpen. Dat... conclusie. Toen zei ik ze dan, wil je het dan nu verscheuren dan, als je eraan twijfelt? Ja, toen zei hij, nou, moet je eens even meekomen wat hier vanmorgen gebeurd is. En toen het lijkt wel Fontana, met dat hij dus een schilderij, een ontzettende slechte kopie, had hij het mes had hij vernietigd. En hij zei, het moet gebeuren, maar het is toch niet leuk. Hij zei, we hebben vroeger zo arm gehad en dan dat linnen. Het was vreselijk slecht schilderij. Ik was toch geëmotioneerd toen ik het deed. Geweld schuilt niet in mij.